het gelukkigste jongetje van de hele wereld. Alleen weet hij dat nog niet. Oma, wilt u nog eens vertellen over Willy Wonka? Willy Wonka had vroeger een klein winkeltje in de Kersenstraat. Maar de hele wereld wilde zijn snoep. Al snel besloot hij een chocoladefabriek te bouwen. De grootste chocoladefabriek ooit. 16 keer groter dan alle andere fabrieken. Wauw! Helaas bleef het succes van korte duur. Alle andere fabrieken waren jaloers op het succes van Willy Wonka. Ze stuurden spionnen om zijn geheime recepten te stelen. Al snel werd overal op de wereld snoep verkocht. Willy Wonka's recept. Maar dat is toch fantastisch? De diefstal nam zulke grote vormen aan dat op een dag meneer Wonka al zijn medewerkers naar huis stuurde en meedeelde dat zijn fabriek voorgoed ging sluiten. Maar wie bedient de machines dan? Niemand weet het, Sjaki. Het is een mysterie. Maar die nacht werd het onmogelijke in werking gezet. Lieve mensen van deze wereld. Ik, Willy Wonka, heb besloten dat 5 kinderen dit jaar mijn fabriek mogen gaan bezoeken. En 1 van de 5 kinderen krijgt echt een speciale prijs die ieders stoutste droom zou overtreffen.
worden? Ik nam een gouden boka heen. En ik proefde van chocola. Dus ik keek en ik zag het gouden kaartje. Wauw! Dames en heren, ik krijg het in mijn oortje binnen dat ook een tweede gouden kaartje is gevonden. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk, oma. Ze heeft het gouden kaartje niet zo gevonden. Dames en heren, het derde gouden kaartje is inmiddels gevonden door Violet Modaar. Violet. Papa! Violet, wat gebeurde er? Ik ben kauwgom. Maar toen ik hoorde van de gouden kaartjes, ben ik overgestapt op chocola. Dit is leuk, maar de speciale prijs win ik. Dat is een vierde gouden kaartje is gevonden. Dames en heren, het vierde gouden kaartje is gevonden door Violet Bogaar. Oh, Julia de Veen. Julia, klopt het dat jij een bepaalde strategie had? Sterf. Ik heb gekeken naar de productiedata, afgezien van het weer en in de kei-index. Want wij zelfs niet een idioot. Ik hoefde maar één reep te kopen. En, hoe smaakte die? Geen idee, ik haat chocola. Nu blijft de vraag, wie wint het laatste gouden kaartje? Ik ga buiten spelen, oma. Wow, 10 euro. Dan kan ik dus een reep kopen. Oma, ik heb een reep gekocht. Ik vond 10 euro. Kom, we maken hem samen open. Oh, Shaggy, je hebt het laatste gouden kaartje. Joepie. Mag ik met je mee naar de fabriek? Tuurlijk, oma. Laten we gaan. Wow, Willy Wonka. Beste bezoekers, ik heet jullie welkom in mijn chocoladefabriek. Hier is chocoladekamer. Kom maar binnen. En wat vind je van mijn gras? Neem een appel als je wilt. Kun je het gras eten? Natuurlijk! Alles wat je ziet is eetbaar. Geniet maar. Hey, waar is dat dikke meisje gebleven? Die Josetta. Ik weet het. Ze dronk van de chocoladerivier en is in de rivier gevallen. Ze was te hebberig. Hebberige mensen kunnen we gewoon niet gebruiken. Maar gelukkig hebben wij het gouden kaartje gevonden. We maken nog steeds kans op die geweldige prijs. Ja, dat is het gouden kaartje! Meneer Wonka,
Wie zijn die kleine mannetjes? Zijn ze echt? Ja, natuurlijk zijn ze echt. Het zijn Oompa Loompas, ingevoerd uit Loompaland. Hallo, wij zijn Oompa Loompas. Welkom in de chocoladefabriek. Jullie zijn de prijswinnaars? Meneer, hoe zit het met Josetta? Komt ze nog wel terug? Tuurlijk komt ze terug, jongen. Kom, we gaan verder, jongens, met de wonderkauwgom. Geen van mij, ik ben kauwgomkampioen 2011. Dit kauwgom staat gelijk aan het drie-gangen menu. Ik proef tomatensoep, rosbief en bosbessentaart. Over die bosbessentaart maak ik me zorgen. Dit is nog niet goed getest. We zijn nog bezig. Wat gebeurt er met de neus? Hij wordt helemaal blauw! Violet! Je kunt helemaal violet! We zijn toch dat het nog niet helemaal goed was? Maar je toch niet het raar! Mama! Help! 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 Blijft Violet nu voor altijd een bosbes? Ik weet het niet. Zie je ons kunnen? Op naar de rode kamer! Nu! Die zijn echt niet te koop, meisje. Dan pak ik hem zelf alleen. Nee, niet doen! Niet als de noten komen! Dan wordt hij boos! Ze wordt aangevallen door de eekhoorns! Help! 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 Geen zorgen hoor, jongens. Ze rijdt nu richting de verbrandingsoven. En die werkt alleen op vrijdag! Maar het is vrijdag! Zo, kom, we gaan verder, jongens. Naar de testkamer met de lift.